Hier is de Olympische kampioen, Sanne Wevers. Een heel ervaren dame, 26 jaar. Gewoon hier een bronzen medaille. Dit is eigenlijk de plek waar voor haar alles begon in Glasgow. Want hier won ze in 2015 zilver op het WK achter Simone Biles. Een jaar later was zij Olympisch kampioene. Ja, maar ondertussen is er een nieuwe puntencode. En de delen die zij turnden, die worden nu van naderbij bekeken, die combinaties. Dus die moeten sneller de pirouettes worden. Vooral. Ja, achter elkaar. Daar is zij een hele straffe dame in. Maar ze begint alvast erg goed. Ze komt kijk, er de pirouette. Eentje. Ja, het is te vroeg eindigd. Moest er twee zijn, het werd anderhalf. Maar ze herstelt dat zeer goed. Mooie combinatie. Ook heel erg vast, hè, op die balk. Weinig evenwichtsverlies. Ik denk dat ze op die balk slaapt, hè, want het is ja, zo makkelijk allemaal. Vrij overslag gecombineerd met de spreidsprong en de flikvlak met ganse draai. Dat zijn combinaties die tellen. Nu gaat ze aan die reeks pirouetten beginnen. Combinaties. 1, 2 en dan die andere kant terug. Kijk eens aan. Ja, wow, ook knap. Hoe sierlijk. Ja. Prachtig. Ja, ze komt er goed uit hoor. En dan niet wachten. Auerbach salto. Wow. Ja, ganse draai. Ja, knap. Heel erg, heel erg knap. Gebalde vuisten bij Sanne Wevers. Dit betekent heel veel hoor. Ja. Ze heeft het heel moeilijk gehad. Ze zei, ik was mezelf even kwijt na die Olympische Spelen en alles wat er op me af is gekomen. Maar nu gaat het weer de goede richting op. Ja, ze staat er hè, op het juiste moment toch weer. Hè? Ja, haar papa Vincent, al jaren haar coach. Marin Boye met de felicitaties. Hele mooie, elegante gymnaste. De herinneringen aan 2015 zullen haar misschien geholpen hebben toen ze hier die zilveren medaille pakte. Hier die pirouette. Kijk, leuk beeld. Maar die breekt ze iets te vroeg af. Ja. Dat was heel in het begin. Dat is het enige foutje dat ik eigenlijk gezien heb. Die gaat ongetwijfeld aan de leiding nu. Die combinatie, kijk, komt er helemaal uit. Vrij ratslag, flikvlak. Dit was een combinatie en dit is een combinatie. En drie delen gecombineerd aan dit toestel geeft nog een extra verhoging van moeilijkheid. Kijk, de pirouette neerzetten en onmiddellijk doorgaan. En hier doet ze dat ook. En doorgaan. Ja, en dan is altijd de vraag, is dat de combinatie of niet? Hè? Volgens mij wel. Dit was dan een dubbele pirouette, perfect uitgevoerd. Aan de afsprong. Ja, de Auerbach salto met een ganse draai. Perfect geland. En dan die opluchting. Ja. Ja, ja. Die gaat voor goud, hè? Absoluut. Ja. En dat is heel typisch. Zij heeft een boekje. Ze schrijft zelf alles op. Op het WK vorig jaar in Montreal. Consternatie alom, want ze was een element vergeten. Kan dat? Heel bizar. Haalde niet eens de finale. Toen zagen we ook dit beeld met het boekje. Kunt je een element vergeten als je 1000 keer gedaan hebt? Blijkbaar wel. Oh, maar weer dit beeld. Zo typisch aan balk krijgen we op grote kampioenschappen altijd die juryleden in beeld. Ja. En dat zien we niet graag. Nee, nee. En dat komt door die combinaties. 13,9. Stevig aan de leiding. 5,6. 8,3 uitvoering. Ja. Wie kan daar nog aan? Nee, ja, klopt. Klopt. Dit, nee, dit wordt goud. Als ik het zo bekijk, dan gaat ze echt voor goud.